Wiljan, NEC heeft op dit moment een hecht team. De sfeer onderling is goed. Maar toch heeft NEC, zoals je al eerder aangegeven hebt, onnodig punten laten liggen. Waar ontbreekt het bij NEC nog aan? Met andere woorden, op welke vlakken komt het team nog tekort? Nou ja, kijk, ik vind dat ons team inderdaad heel goed in elkaar zit. Dat is ook de voorwaarde om door te groeien. En ik denk ook dat we die groei alleen maar door kunnen maken. Ik denk dat we wat egoïstischer, brutaler, agressiever mogen zijn. Dat zit niet in alle spelers in, maar daar kun je wel elkaar mee helpen. Nou, ik denk dat dat moet gaan gebeuren. Afgelopen dinsdag werd er in Nijmegen niet getraind. Waar zat de selectie? En wat hebben jullie die dag gedaan? Nou, we hebben wel getraind. We hebben in Hoenderlo getraind. Een behoorlijke fysieke prikkel gegeven. We hebben daar gedaan dat ze daar meetapparatuur hebben die wij hier niet hebben. Heel weinig clubs hebben die maar in Nederland. Ik dacht maar twee, alleen PSV en Ajax. Met die apparatuur kunnen we niet alleen de fysieke gesteldheid van spelers meten, maar ook met name de afstanden die ze op tactisch gebied neerlegden. Dan kun je dus ook goed kijken of je de oefenstof die je hebt neergezet, of die past bij de spelers, zodat ze het optimale rendement halen uit de training. En dat zijn hele belangrijke momenten. Was er veel belangstelling voor deze nieuwe techniek? Nou, de techniek is al een paar jaar. Volgens mij waren er uit de voetbalwereld tussen de 15 en 20 mensen. Dan moet je dus denken aan hoofdtrainers, technisch directeuren, buitenlandse clubs was er. Ik dacht Keulen en Gladbach. En Nederland onder andere, VVV, ADO, Heerenveen. Dus het was voldoende vertegenwoordiging. Deze week waren er weer wat aardig wat NEC-selectiespelers geselecteerd om uit te komen voor het land. Heb je nog naar wat wedstrijden kunnen kijken en hoe vind je hoe ze het gedaan hebben? We zijn alleen niet naar Denemarken-Engeland geweest. We zijn als technische staf geweest bij België-Finland. Ik ben zelf geweest bij Jong Oranje, Jong Tsjechië. Ook omdat we aan beide zijden de speler daar hadden staan. Hè. Bram en Pavel, die dan bij Veendam speelt, maar wel een Tsjech is, dus geselecteerd was. Nou, daar hebben we naar gekeken en Bram heeft een redelijke wedstrijd gespeeld. Niet top, de eerste helft. En Pavel heeft maar de laatste 10 minuten gespeeld. Dus je hebt in ieder geval weer goed kunnen kijken. Op dit moment in de zieke boeg. Hoe staat het ervoor? Doet iedereen weer mee? Welke spelers zijn geblesseerd op het moment? Nou, we hebben er eigenlijk twee geblesseerden. Dat is Ryan van Dijk. Nou, die hebben dit jaar nog niet gebruikt voor één. Maar die is geblesseerd. En Rick de Voorde. En dat is natuurlijk wel heel jammer, want die zou je er graag bij willen hebben. Wat heeft Rick op dit moment? Die heeft in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam een tik tegen zijn Achillespees aangekregen. En is behoorlijk wat irritatie ontstaan. En sindsdien heeft hij er wat problemen mee. Afgelopen woensdag zag het er goed uit. Donderdag heeft hij weer een kleine terugslag gekregen. Dus ja, dit weekend is te vroeg. Afgelopen 4 wedstrijden, AZ, NAC, Heracles en Heerenveen, die eindigden in een gelijkspel. Zondag weer of pakken we zondag de 3 punten? Ja, dat doe je me toch niet aan om weer gelijk te spelen. Hè? Nee, we moeten zondag 3 punten pakken. En we hebben vandaag niet zo heel goed getraind. Ik was ook niet tevreden over de training en over de inzet. Dus het moet gewoon beter. Maar wij als staf en als spelers hebben wel aangegeven spelen om te winnen. Dat doen we altijd. Soms lukt het, soms lukt het niet. Maar de intentie is er. Oké, dankjewel. Succes. Oké, bedankt. Muziek, voetbal en informatie. Informatie. Roodzwartgroen.nl is de perfecte combinatie. Perfecte combinatie.